een even domme kop als ik. Het is met name mijn broer. Niet toevallig. Soms is hij mijn kleine broer, soms is hij mijn grote broer. In definitie is hij mijn grote broer. En eigenlijk, ja, ik vind het ook jammer dat we geen privacy hebben, want hij gebruikt gewoon onze trauma's om zijn poëzie mee te schrijven. Dus alles wat je hoort heeft ook met mij te maken en ik heb er niet voor gekozen en tot bedankt. Maar, voilà. Ik ga mijn broer aankondigen en mijn grootste droom is eigenlijk om hem op een podium te staan. Het is er nog niet van gekomen, maar hopelijk misschien nu. Dus voilà, hier is Gert-Jan Termote. Hij is ook deel van bestaansreden voor de mensen die trouwe klant zijn van Groef. Dus hier is Gert-Jan Termote, solo. En zo staan we dan toch samen op een podium. Omdat jullie veel dommer zijn dan ik, heb ik een kort gedichtje voorbereid, zodat jullie in de flow kunnen komen, het gevoel nog eens in jullie hebben van, dat is wel een grappige man. Dus, het eerste heet Floralis Mexicanas. En het is enthousiast. Ik denk dat het podium genoeg gedeeld is. De frikadellen worden meegenomen door de Australiër. Vamos a la playa de los bloemetjes kransen. Ik houd mijn gidsen paraplu ter hoogte. Arriba, vamos, een keer lekker uit de bol gaan, de kom gaan toeren naar de meisjes gloeren en daarna de bubbel schuim tellen op de baren van haar val. Eén blanke lijn vrij. Opgaan in de rook van uitgelopen spotlight, een en al verdwijnen in het geroekoekoe van jullie allemaal, om te ontsnappen aan de Gert, toen Jan, voor de keer dat ik kan. De eerste twee stukjes gaan kort worden, omdat jullie aandachtspannen 15 tot 22 seconden betreft. Het tweede heet Buffalo. Want ja, we zijn in Gent natuurlijk en Buffalo, dat kennen jullie. Hey, Buffalo! Wie? Dus waarom is het simpel? Buffalo! Buffalo! Oh, Gent! Begrijpelijk houden voor de mensen, want zometeen komt er echt poëzie en dan wordt het natuurlijk moeilijk. Dus het nummer 2, Buffalo. Buffalo! Riep de man. Buffalo! Buffalo! Riep de man. Maar de menigte zweeg en dacht dat ze hem begreep. En door heel de straat, gevuld met massa en vrouw, flaneerde, ja, op het einde zelfs defileerde een grote harige buffel. En ik lachte. Toen hij me met een lichte knik begroette. Kijk, wat ik nu ga doen is een experiment. Het is een moeilijk stuk, dus voor 85 tot 95% van jullie zal het te moeilijk worden. Dan blijft er 3 over. Maar voor zij. Die denkt van nee, ik kan die uitdaging aan. Ik heb dat gisteren geteld. Ik heb ook naar verschillende mensen gestuurd. Dus dat is nagaanbaar. Er zitten 18 verwijzingen naar filosofen in. Zit erin. Het is lang. Waarschijnlijk had de helft van jullie gaan pissen onderweg. Dat is geen probleem. Het heeft zelfs een Duitse titel, want dat mag veel saaier maakt dan dat ik zo wil. Maar ik ga het toch doen.
Je kunt allemaal de knopen kussen. Ja. Der Kampf des Willens. Wat is het volume dat de stem in het hoofd overstemt? Wanneer drukt het debiet van de stroom van gedachten boven het geluid uit van de rauwe werkelijkheidsgeschrei tot waarneembare epistels, voorbewuste pis, onbewust gemis, Jungiaanse cocktails? De strijd tot de willen wat leeft en springt, 6:30 het lot omarmt, toch onder de douche zingt, ogen opent voor de gouden hondenmond, grotten logend huilt bij het aanwijzen van de zon, oreert naast een communietafel, zweert dat het anders komt. Waar zit dat beestje in ons lijf dat meer dan keer op keer krijgskunst tegen het dode aanvangt, bot vangt, knokhout gaat en opveert, wederkeert, de rots opzij schuift, aanklampt en net als Galileo en die Darwin daar de wereld op zijn kop keert. Waar zit die hand naar voren, de ijskar voor verlorenen, die de ander in de ogen kijkt, bang is, twee handen in de zakken houdt tijdens doffe ronden, gniffelt om het lijden, maar je toch bij de schouder neemt en je zegt dat de weg nog lang is. Hoe heet het gezicht dat de boom al lang zag knallen? Rimpels, kraaien, poten, wallen, een gezwollen been, de mankepoot, het handvat, zodat hij niet naast of erger nog in de wc-pot zij zou vallen, het verlangen naar toen alles nog veel beter was, de kerk in het midden, 40 jaar in stilte bidden tussen arbeidsmarkt en kinders. Die naam die niet streeft, streed om naar gelukkig zijn en gewoon was, harde was, tot en wanneer men hem verwarde en toen voelde dat zijn hele wezen aan het smelten toegaf, toch nee, nooit, nee, niet, echt niet toegaf zijn rug en ribben de almachtige heer voor was. Telde dat zijn Maria Magdalena altijd zou krijgen wat zijn Maria Magdalena hem toekwam en genoegen nam. Hoe heet het oergevoel van moeten doordoen, die kernkracht, die das kraftwerk, de motoren van ons ledig leven, de spoelen van ons garennet, dat in de Patricks en de Linda's die ook de piramide bouwden, gevangen werd, bewaard, verteld als constante verder leefde en misschien zelfs in de code van ons menselijk leed werd ingeschetst. De mammelmolen woest, droevend, voort, grijpt, rond, zingt polyfoon in koor, hymnes, zagen, mistabalend, Boma en ga zo maar door, Laertes, Polonius, Ophelia en die ene keer toen ik de Brugge verloor. Mijn hele ik een attractie op een sadistische voor, de laatste kans op verlossing ging aan mijn 3-jarige durf al teloor. En zo landde ik bij moeder Fijn. Horen dol, de haren wild, verward en overmand door menselijk bestaansvenijn. Mijn conditie fel besprekend, roepend, tieren, schreeuwend, een mes in tand, vervaarlijk, zwerend op mijn ondergang, de blote knoken tonend, verloren, hopend op verlossend zogen. Moeder, waarom leven wij? Zij neemt de borstel, stom ter hand, zuigt wat stof, beheert zich en weer doormoedig wegen de meest extensieerde tramland. Zit hem aan de binnenkant, beweert zij tussen soep en ook patatten, dat er kans des willens niet zit ingevat. Het is alsof het leven zonder noodzaak ook bestaan zal, no matter what. No matter what, sleept zij aan, terwijl ze het
mager vlees aansnijdt, de strijd dra met de groenten aanbindt en nog steeds mijn ogen ontwijkt. De dag breekt aan opnieuw en meer dat jij bestaat, dat neemt geen ommekeer. Kijk eens rond en loop naar voren, want achter jou staan generaties, de geschiedenis, boeren, boeren en een lange rij metaforen, mensen die jou het best toewensen, die op het achterste van hun poten staan, omdat jij ooit hier en nu na hen geboren bent. Zij wisten al wat ik nu zeg, voelen ook wat jij mij zegt, en het is echt jouw goede recht, al helpt het ons geen reet, geen mierenspleet vooruit, en tegendeel het knecht, hun lot hebben zij volbracht. Niet meer konden zij proberen, dan naast dat van hun eigen ook jou de kans tot leven aan te bieden en te geven. Dus schrijf het nu en kijk naar binnen, naar diep in de korste van jouw zinnen een waarheid zit die enkel jij kunt zien, die ervoor kan zorgen dat je de ander met jou verbinden kan misschien. Wanneer je de vibraties van onze gezamenlijke kwantumfysische deeltjes kan voelen trillen, de oerknal in het sterrenstof dat je bent kan horen gillen, wanneer het vastpakt, houdt en voelt, dan ervaar je pas echt de kamp des willens. Ja, om twee redenen heb ik nu nog een kort stukje ingestoken. Ten eerste omdat het is goed om even een pauze te krijgen in je hoofd als je zo veel bar op je hoofd krijgt. Hè? En ten tweede, ja, je bent gewoon te dom. Ja. Het is mijn voorlaatste stukje, een heel kort stukje, zodat jullie even kunnen... Haha, ja. Nou, ja. De ja. Mijn naam is Gert-Jan trouwens. Dag allemaal. De jonge ballerina en de jong volwassen voetballer werden wakker met een kater genaamd Gert-Jan. Ze waren beiden overdonderd door de belhamel en schoten hem vol angst. En nu leeft hij op de rotsen, vertrouwt geen mens, controleert ook elke stam. Want mocht hij ooit het bos in durven en stierf hij zo door een dak, dan wist hij, ik had het moeten voelen komen, het is mijn lot en ook die drank. Afsluiten, maar dat wil niet zeggen dat dat momenteel gedaan is. Ik ga nog 7 minuten afsluiten, omdat op de roef heb ik echt al... Als je het allemaal samentelt, heb ik uren en uren leed ondergaan op de roef. Ja. En omdat dit de laatste keer is, wil ik jullie dat ook aan doen. Maar poëtisch gewoon. Nee. Misschien wat. Poëtisch verantwoorden stuiten dan. Hey, wat? Oh ja, eiers. Wanneer speciale eiers, hè? Ah, eiers, dag eiers. Werp eiers. Werp eiers. Ja, ja, ja. Rudy. 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 Ik ook. Rudy Safari. Yes, Rudy. Doen we met die eiers? Dat is gewoon jullie aan te trekken, maar ik weet dat jullie apenbreintjes daar gemakkelijk zijn. Maar dat is niet erg. Dat doet er ook niet. Dat ligt aan ons. Ik ben ook zo.
Bert-Jan, doe nog een keer zo. Wat de wonder hebben, het heet Oerman. Die muur is heel echt, maar het is nog 10 minuten, hé. En wat zeg je? Nee, nog 10 minuten. Dat heb je aan de minuut. Nou, weet dat ik veel langer weet. Ja, nee, als ik niet op kom, hé. Zana mogona boza wama noya hazanva hadapama kazana bolana wa azola wano uiga eogana dagbalgolye mana zana ha gawa babaza